Het WK voetbal, het is eindelijk begonnen en ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Want Depay en Wijnaldum, gaan ze minuten maken? Gaan ze het goed doen? En ik ben natuurlijk niet de enige Eindhovenaar die er zin in heeft. Heel Eindhoven, kijk maar eens naar al die vlaggetjes. Oké. Misschien ben ik een van de weinige Eindhovenaren die zin heeft in het WK. Want het leeft nog niet echt. Heeft u er vertrouwen in zelf? Nee, ik geloof er niet in. Ik kijk wel even. Maar ze maken ze flow. Dat er niks meer aan is dan heel de voetballen. Ja, de resultaten in de voorbereiding waren nou ook niet echt ideaal, hè? Ik vind alleen dat ze veel te veel betaald kregen. Of mag dat niet zeggen? Ik zou nu mijn geld er niet op inzetten. Nee. Ze winnen natuurlijk. Wat heeft het nou voor zin om van tevoren jou ziek te maken? Hè? Als ze achteraf verliezen, heb je dan een pech. Nu vast vieren, vanuit dat ze winnen, heb je in ieder geval een mooie middag. We gaan tot de kwartfinale, halve finale en dan word ik zenuwachtig. Ja, gelukkig. Er zijn ook nog mensen die wel hoop hebben. Er zijn gewoon nog straten en wijken die vlaggetjes hebben opgehangen en die blijven juichen voor het Nederlands elftal. Al is dat juichen voor de een wat makkelijker dan voor de ander. Ja, vanavond is Spanje natuurlijk de eerste tegenstander van Nederland. Nou zit hier op de Edenstraat een Spaans restaurant, Signora Rosa. En Rosa, dat is dan de eigenaresse. En haar man, mede-eigenaar, dat is Jos, gewoon een Nederlander. Ja, dat kan me wel een strijd worden vanavond. Want zoals je hier al ziet, in het restaurant allemaal vlaggetjes. Zowel voor Oranje als voor Spanje. Goedemiddag. Daar zul je ze hebben. Ja, dat kan haast alleen maar ruzie opleveren. Want ik zie jij al, Jos, je hebt een Nederlands shirt aan. Rosa, jij bent voor Spanje. Ja, wie moet er gaan winnen, Jos? Ik weet wie er gaat winnen. En dat is gewoon Nederland. Want we hebben ons lesje gehad enkele jaren terug. Dus de vraag zal zoet zijn. Ik hoop het, Spanje. Oh, maar dat vind ik wel. Hij zegt, ik weet het zeker. En jij zegt, ik hoop het. Ik weet het ook zeker. Ik weet zeker dat de Spanje gaat winnen. Ik ga een poging doen om er even te overtuigen. Jij krijgt gewoon deze van mij. Kijk, zo. Want dan weet ik zeker dat je gewoon voor Nederland bent. Hebben we je nu om of valt dat tegen? Nee, ik ben voor Spanje. Sorry. De wedstrijd van het Nederlands elftal begint vanavond om 9 uur. De verwachting is dat de twee PSV'ers niet in de basis zullen starten.